In de vorige video hebben we het signalendiagram gemaakt. Dit is het signalendiagram. Wat wij nu gaan doen is het commandodiagram maken. En waarom hebben we dat commandodiagram nodig? Het commandodiagram gaat ons vertellen wanneer de cilinder daadwerkelijk uitgestuurd moet worden. En wij willen dat die cilinder wordt uitgestuurd op dit punt tot het moment dat wij willen dat hij teruggaat. Dus het heeft alleen maar zin om dat uit te sturen over deze volledige tijd, omdat wij met monostabiele ventielen werken. Dus een monostabiel ventiel wil eigenlijk zeggen dat hij weer terugschiet naar zijn originele stand als ik de stroom onderbreek. Cilinder B betekent dat wij willen gaan uitsturen op het moment dat wij of van deze faselijn naar de volgende gaan. En we willen dat aanhouden net zolang totdat wij vinden dat de cilinder weer terug moet gaan zakken. Omdat we ook hier nog steeds werken met een monostabiel ventiel. We gaan ze even tekenen. We trekken de faselijn even door. We gaan nu ons commando diagram maken. Diagram. Want we hebben daarop commandolijnen. Commandolijnen die starten altijd op een faselijn. Even tekst bijzetten. Dit is het uitsturen van ventiel A. Dit is het uitsturen van ventiel B. Mono stabiel ventiel. Onthoud dat even. Er is namelijk een verschil tussen monostabiele en bistabiele ventielen. Maar we hebben het hier alleen over monostabiele ventielen. Het commando voor het uitsturen van cilinder A, dus start op de eerste lijn, en we houden die net zo lang aan tot het moment dat die cilinder terug moet gaan. Dus we stoppen net voordat de faselijn bereikt is. Dus onze commandolijn ziet er zo uit. Voor cilinder B ziet de commandolijn er als volgt uit. Die begint ook weer op een faselijn. En die houdt op voor de faselijn tot wanneer die uitgestuurd moet worden. Zo kun je dus zien dat deze verticale lijn, die valt samen. Ik zal het even een andere kleur doen. Valt samen met een signaal. Dus die signalen zullen hoogstwaarschijnlijk wel terug gaan komen in onze formules. Dus commando's beginnen altijd op de faselijn en daarvoor moet je ook zoeken naar het signaal dat gebeurt voor de faselijn. Waar de commando begint. Dus deze lijn, dit signaalverandering, zal een input zijn voor het starten van de beweging van cilinder B. Dat is ook logisch, hè? Als cilinder A in de uiterste stand komt, dan moet cilinder B gaan bewegen. Dus we kunnen dit gaan omschrijven in formules. Waar gaan we beginnen? We willen beginnen bij het startsignaal. Dus start. Waar gaan we dat schrijven? Hier zo. Het
De startknop is onderdeel van het begin van de cyclus. Wat gebeurt hier? De startknop mag alleen effect hebben als cilinder A in de instand staat en als cilinder B in de instand staat. Dus dat doen we door middel van een N-schakeling. A in moet hoog zijn en B in moet hoog zijn. Nu hebben we eigenlijk alleen maar dit eerste stukje beschreven, hè, tot ongeveer deze tijd. Verder willen we dat de beweging gewoon doorgaat, dus dat het ventiel gewoon bekrachtigd wordt. Daar hebben we een heel mooi signaal voor. Deze. B uit. En we willen dat het signaal eigenlijk geïnverteerd wordt, hè, want dit is een laag signaal. B uit. Niet B uit. We willen eigenlijk het signaal omkeren. Dus hoe zouden we dat doen? Dit is het ideale signaal voor ons. En daarom keren we dat om, hè. Maar als we nou alleen dit signaal zouden gebruiken, dan zou deze startknop helemaal geen effect hebben, want het signaal is altijd hoog. Hoe kunnen we dat nou combineren? Eigenlijk willen we de combinatie hebben van dit signaal. Dus goede kleur kiezen. We willen van deze periode tot deze periode. Dat betekent dat we A in om moeten draaien. Inverteren. Dus niet A in. En dat is het volgende deel wat we nodig hadden. Dus nu hebben we de volledige tijd die het cilinder bekrachtigd moet zijn, hebben we beschreven. Startsignaal en A in en B in, dan gaan we bewegen. En op het moment dat het instandschakelaar afvalt, ja, zou die eigenlijk al stoppen. Dus dan moeten we dat overnemen. Dus we nemen hier het afvallende signaal over door hem te inverteren, hè, niet A in, maar we willen dat dat alleen gebeurt tot deze signaalwisseling, tot die overgang. En daarom combineren we dat met B uit niet. Samengevat, we hebben hier een N-schakeling. We hebben hier een N-schakeling. En die twee combineren we door middel van een of-schakeling. Dus dit wordt onze schakeling om het ventiel voor A uit te sturen. Dit gaan we ook doen voor B. Hoe ziet dat dan voor B eruit? We willen bij B willen we eigenlijk starten op het moment dat de sensor A uit hoog is. A uit is dus onderdeel van de schakeling. Maar A uit valt eerder af dan dat ons gewenst commando is. Dus we kunnen het combineren met het signaal B uit. B uit neemt eigenlijk A uit over. Of B uit. Wat is nou het probleem? Op het moment dat B uit, die gaat pas afvallen op het moment dat wij niet meer uitsturen. Dus wij willen eerder stoppen met het uitsturen.
Dus we kunnen dit combineren met deze flank, met dit, met deze signaalwisseling. Dit is waar zolang, en daar kunnen we ook die rode lijn weer voor gebruiken, we niet A1 hebben. Ja, dus de combinatie van A uit of B uit in dit interval. Dus zo ziet onze schakeling eruit om B uit te sturen. Dan hebben we hier A uit of B uit. Dit is gewoon een enkel contact. En dit wordt de schakeling die we nodig hebben om B uit te sturen. Dit kunnen we nu gebruiken, want dit zijn hele eenvoudige en of schakelingen voor ons schema. Dus dat is de volgende stap.